Welkom. In deze volgende video gaan we het hebben over hogere graad vergelijkingen. Vergelijkingen die misschien op het eerste gezicht niet op te lossen zijn, omdat ze met een hogere graad te maken hebben. En tot nu toe weten we eigenlijk alleen maar hoe we vormen van de tweede graad, namelijk kwadratische vergelijkingen, kunnen oplossen. Maar sommige zijn toch nog wel op te lossen. En daarmee starten we met het volgende voorbeeld. En bereken exact de oplossingen. Nou, ik raad je aan, pauzeer eens de video en kijk eens of je deze zelfstandig op kunt lossen. In principe heb je de tools eigenlijk al in je bezit. Oké. Nou, wanneer je dit gedaan hebt, dan zijn er eigenlijk twee groepen leerlingen. Sommigen die het goed doen of sommigen die nog een klein foutje hierin maken. Wat sommige leerlingen doen hier namelijk, is de volgende manier van oplossen. Ze zien van oké, we hebben een derde graadsvergelijking, namelijk x tot de derde is de hoogste macht die erin zit. En dan hebben we x kwadraat en x. Kortom, elke term in dat linkerlid heeft nog een factor x erin. Hey, maar dan zou je kunnen zeggen, weet je wat, als we alles nou door x delen, dan hebben we een mooie kwadratische vergelijking. En die kunnen we oplossen, want dit kunnen we ontbinden in factoren. Niet een hele ingewikkelde, namelijk gewoon plus 3 en plus 2. Dus x plus 2, x keer x plus 3, geeft uiteindelijk inderdaad 0. Kortom, x plus 2 is 0 of x plus 3 is 0. X is dus min 2 of x is min 3. Nou, je zou zeggen dat dit inderdaad klopt. Het klopt in ieder geval dat dit twee oplossingen zijn voor de oorspronkelijke vergelijking. Maar we zijn er ergens eentje kwijtgeraakt. Namelijk in de eerste stap heb je gedeeld door x. Je kunt een andere manier, is namelijk gewoon die x bij de haakjes halen. En wat is er nou zo belangrijk als je die x bij de haakjes haalt? Dan zie je dat je eigenlijk bijna op dezelfde manier oplost, alleen je hebt nog een derde oplossing, namelijk x is 0. En x is 0 is wel degelijk een oplossing van deze vergelijking. Bedenk maar, als ik in het linkerlid in die drie termen van mijn oorspronkelijke vergelijking 0 invul, dan komt daar inderdaad 0 uit. Dus x is 0 is een oplossing. En x min 2 en x min 3 ook. Nou, de grootste fout die mensen vaak maken is dus dat ze denken dat ze ook door een variabele mogen delen. Namelijk delen door x. Dan wordt die makkelijker. Ja, maar let op, dan raak je dus een oplossing kwijt. En zorg dus dat je dat dus niet op die manier doet, maar dus die x buiten haakjes haalt. Het is dus niet erg om links en rechts te delen door 4, maar er gaat wel iets mis wanneer je links en rechts gaat delen door x. Dus hou dat in de gaten. Oké, dat is één hogere graadsvergelijking. Dan kun je ook nog een ander soort hogere graadsvergelijking krijgen. Bijvoorbeeld een vergelijking van de volgende vorm. X tot de vierde, min 10x kwadraat plus 21 is 0. Nou, ik raad je aan, pauzeer eens de video en kijk eens of je dit zelfstandig op kunt lossen. Oké, nou hier heb je met een vierde graadsvergelijking te maken. Namelijk de hoogste graad, of de hoogste macht is x tot de vierde. Maar hoe los je dit nu op? Je kunt dit eigenlijk het makkelijkste oplossen door te zeggen, hey, als we die x kwadraat nu p noemen, want x tot de vierde kan ik ook wel schrijven als x kwadraat in het kwadraat. En dan heb ik dus eigenlijk p kwadraat min 10p plus 21. En dan reduceert dus eigenlijk die vierde graad naar de vergelijking van de tweede graad. Een kwadratische vergelijking. En die kunnen we oplossen. Want hier kunnen we namelijk gewoon ontbinden in factoren. P min 3 keer p min 7. Kortom, p is 3 of p is 7. Maar p staat eigenlijk voor x kwadraat. Kortom, x kwadraat is 3 of x kwadraat is 7. En dit kunnen we verder oplossen. Dit zijn namelijk twee vergelijkingen van de vorm x kwadraat is een getal. Dus wortel 3 of min wortel 3. Of wortel 7 of min wortel 7. Dit is een manier hoe je het op kan lossen. Je kan ook nog zeggen, weet je wat, ik zag dat gelijk. Ik hoef niet de substitutie toe te passen van x kwadraat is p. Ik zag eigenlijk gelijk al van, hey, dat x tot de vierde is x kwadraat in het kwadraat. Dan kun je eigenlijk je gelijk al ontbinden in factoren. Met in dit geval x kwadraat min 3 keer x kwadraat min 7. En je ziet, dan ben je nog veel sneller klaar. Want dan krijg je dus x kwadraat is 3 of x kwadraat is 7. En je krijgt dan vervolgens weer dezelfde 4 oplossingen. Oké, dit was het voor nu. In de volgende video gaan we ook laten zien hoe je gaat werken wanneer het bijvoorbeeld niet te ontbinden is in factoren met de product-som-methode. En wanneer je bijvoorbeeld dus de ABC-formule moet toepassen of bijvoorbeeld met kwadraat als splitsen oplost. Dus ik zie je in de volgende video.